Vanaf grote hoogte herken je de geulen van het Waddengebied meteen. Door deze prachtig meanderende geulen stroomt 2 maal per etmaal water van de Noordzee de Waddenzee in en uit. Geulen zijn de diepste plekken in de Waddenzee. Gemiddeld enkele meters diep en altijd gevuld met water. In de geul stroomt het water niet overal even snel. In de buitenbochten stroomt het water veel sneller dan in de binnenbochten. Door de kracht van de stroming neemt het water zand mee. De bocht wordt zo steeds wijder. In de binnenbochten stroomt het water langzamer en zakt het zand naar de bodem en blijft het liggen. Hierdoor schuiven geulen een beetje op en veranderen zij steeds van richting en van vorm. Via de geulen komen allerlei dieren de Waddenzee binnen, zoals garnalen, vissen en ook strandkrabben. Een geul is daarom ook een goed leefgebied voor echte vissers. Lepelaars bijvoorbeeld. Zij weten precies wanneer ze in de geulen moeten gaan vissen. Wanneer ze er makkelijk bij kunnen, vangen ze met hun speciale snavel garnalen en visjes.